Hoe wilt u wonen als u 80 bent? Nou, wij zijn nog niet zo lang geleden verhuisd van een grote woonboerderij met 7000 meter grond en 10 kamers naar een gewone woning op rollatorafstand van het dorp en waar je ook bos en hei in de buurt hebt. Dat vind je natuurlijk niet zo vaak. We hadden er alles naar gekeken, er kwam een plek vrij en toen hebben we het toch gedaan. Want we hadden eigenlijk misschien nog niet weg gewild, maar dit was zo'n mooie kans, die hebben we gegrepen. Want wij hebben altijd gezegd, je moet het doen als je zelf de regie nog kunt houden. We hebben heel wat mensen in onze omgeving die een huurwoning nodig hebben in de sociale huursector, maar die bijvoorbeeld nog niet lang genoeg of helemaal niet ingeschreven staan. Dat zou ik toch iedereen zeker aanraden. Hoe wilt u wonen als u 80 bent? Laat ik allereerst even vertellen dat ik eigenlijk al levensbestendig woon. Ik heb een huurwoning. Alleen het nadeel is, op mijn etage is helaas geen lift. Dus ik zal misschien op de toekomst nog eens moeten nadenken hoe ik ga wonen. Ik woon wel dicht bij het centrum, maar ik zou toch liever dan naar het centrum gaan wonen. Want daar zijn de winkels, daar kun je mensen ontmoeten. En een bibliotheek, alles is daar. En eigen regie behouden is heel belangrijk voor mij. Want je wilt toch mensen ontmoeten, samen iets kunnen ondernemen en er soms ook iets voor elkaar kunnen betekenen. Hoe wilt u wonen als u 80 bent? Ja, het klinkt een beetje mal, maar eigenlijk weet ik het nog steeds niet. Ik realiseer me heel erg dat ik dat wel moet doen voor mijn 75ste. Beslissen, wat ga ik nou echt doen? Omdat je dan fit genoeg bent en geestelijk helder genoeg bent om dat allemaal te regelen. Maar ik weet het niet, ik woon hier gewoon heel fijn. Fijne buren, fijne buurt, behulpzaam, jonger. Dat is natuurlijk ook heel erg handig. Ik heb een heerlijke tuin. En die wil ik ook nog helemaal niet kwijt. Ik heb onlangs gekeken in een prachtig project met geclusterd wonen. Mooie huizen, maar ja, je bent je privacy toch wel voor een deel kwijt. Omdat het hele kleine lapjes grond zijn daarbij. Het is ook de keuze van wil ik buiten met toch veel groen om me heen. Of ja, dicht bij voorzieningen. Mijn eigen huis kan ik verbouwen, dat is ook nog een mogelijkheid. Garage kan verbouwd worden, maar ja, dan woon ik straks in mijn eentje op de begaande grond, terwijl het hele huis verder leeg staat. Kortom, ik weet het nog niet, maar ik realiseer me wel dat ik op een gegeven moment zal moeten beslissen. En ik kijk dus wel om me heen, wat is er, wat is mooi, wat past bij mij. En ik ben natuurlijk in de gelukkige omstandigheid dat ik het financieel ook kan doen en realiseer me dat dat wel een luxe is die lang niet iedereen heeft. Hoe wilt u wonen als u 80 bent? We willen heel graag blijven wonen in het huis waar we nu wonen. We hebben daar alles gelijkvloers, kamer, keuken, slaapkamer, douche en toilet. We wonen daar prettig, maar we hebben gekeken en we beschikken over de financiële middelen om mensen in te huren als dat nodig is. En dat zullen we dan ook zeker doen. En we hebben het zekere voor het onzekere genomen en ons in laten schrijven bij de sociale huurwoning. Als een van ons beiden wegvalt, weten we niet hoe het financiële plaatje er tegen die tijd uit zou kunnen zien. Dus dat hebben we altijd achter de hand. Maar we hebben er duidelijk voor gekozen om te blijven wonen waar we nu wonen. Omdat als we gaan verhuizen, kost dat eigenlijk ook weer heel veel energie. Dus we hebben gedacht van nou, laten we die tijd gewoon gebruiken om te blijven wonen en leven zoals we nu doen.